En dan volgt nu een toespraak door minister Max van der Stoel, oud-minister van Buitenlandse Zaken en nu minister van Staat. Voor wie in dit land of in Indonesië de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, zijn de herinneringen aan de bezetting veel helderder en feller dan die aan de jaren daarna. Die herinneringen blijven zo onuitwisbaar in het geheugen gegrift, omdat terreur en rassenhaat wonden hebben geslagen die ook thans niet zijn geheeld. De bezettingsjaren vormden een dieptepunt in ons volksbestaan. Voor de bezetters golden geen rechtsregels en bestond geen respect voor mensenlevens. Voor wie protesteerde of zich verzette, was er de constante dreiging van het concentratiekamp of het executiepeloton. Eerst in de nood van de bezettingsjaren leerden wij Nederlanders eerst goed beseffen hoe kostbaar de vrijheid is. Voor mensen met zelfrespect even onmisbaar als water of lucht. Voor wie geen persoonlijke herinneringen heeft, hebben de oorlogsjaren toch ook een duidelijke boodschap. Beseft wat het betekent als een volk het recht om eigen regeerders te kiezen uit handen wordt geslagen. Als een dictatuur de persoonlijke vrijheidsrechten terzijde schuift. Beseft ook hoe een dictator tenslotte vrijwel geheel Europa aan zich kon onderwerpen, omdat de democratische landen geen onderlinge solidariteit vertoonden en daarom één voor één onder de voet konden worden gelopen. Sinds het eind van de oorlog is bijna een halve eeuw verstreken. Vrijheid werd voor ons nagenoeg iets vanzelfsprekends. Wat wij maar al te vaak vergeten is dat de vrijheid zoals wij die in ons land genieten, in de wereld om ons heen, nog slechts een betrekkelijk schaars goed is. Tot voor enkele jaren begon op maar enkele honderden kilometers van onze grenzen het machtsbereik van een systeem dat staatsalmacht tot centraal dogma had verheven, geen vrijheid van meningsuiting duldde en politieke tegenstanders als misdadigers behandelde. Maar ook thans gaat nog geen dag voorbij of ergens in de wereld worden mensen enkel wegens hun ras, geloof of politieke overtuiging gearresteerd, gemarteld of zelfs gedood. Ook binnen de kring van democratische landen stuiten wij op een groeiend aantal manifestaties van vreemdelingenhaat en nationalistische eigenwaan die gevaarlijk dichtstaan bij het verderfelijk geestesgoed van het nationaal socialisme. De vrijheid zoals we die thans kennen moet voortdurend worden gehoed. Bescherming van onze vrijheid vergt niet aflatende aandacht en zorg voor het gezond houden van onze democratische instelling en voor de verzekering van onze rechtsstaat. Maar evenzeer noodzakelijk is solidariteit met hen die, zoals destijds het Nederlands verzet, in de strijd tegen dictatuur en onrecht verwikkeld zijn. De strijd voor de vrijheid is ondeelbaar. Een succesvolle opmars van dictatoriale stelsels, zo leert ons de Tweede Wereldoorlog en zijn voorgeschiedenis, levert vroeger of later ook een bedreiging op voor onze democratie. Een democratische omwenteling, zoals wij die in de afgelopen jaren in Midden- en Oost-Europa hebben beleefd, betekent tevens een grotere bescherming van onze vrijheid. Op de erebegraafplaats in Bloemendaal rusten 374 mannen en vrouwen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Bij hun graven kan men,
uitgehouwen in graniet, onder meer deze woorden lezen van de verzetsman van Randwijk. Bedenk dat hetgeen gisteren bedreigd werd, heden en morgen opnieuw in gevaar kan verkeren. Bescherm het en wees waakzaam. Laten we deze woorden niet vergeten. Dat zijn wij verplicht aan hen die wij vanavond herdenken, maar ook aan hen die na ons komen. Na deze toespraak van meester Van der Stoel zal nu worden overgegaan tot het leggen van de volgende 40 kransen. Mag ik de minister-president vragen om met een vertegenwoordiging van ministers een krans te willen leggen namens de ministerraad van het Koninkrijk?